Jan Guskes, daags voor de wedstrijd tegen NAC Breda. Is er transfernieuws? Ja, transfernieuws. Onze Roy gaat ons verlaten. Die vertrekt naar een RKC Waalwijk. Gaat daar een meerjarige verbintenis tekenen. Nou, we hebben ons best gedaan. Maar hij gaat zijn transfervrije status verzilveren, zo gezegd. En dat kunnen we hem. Aan de andere kant, we hadden hem ook nog graag hier gezien. Om het maar gelijk dan te verduidelijken, transfervrije status betekent per direct. Ja, per direct. Roy kan per direct weg. Heeft dispensatie van de KNVB gekregen. Krijgt daar een eredivisiecontract. En wij zullen hem moeten laten gaan. En wij wensen hem alle succes daarmee. Inderdaad, je bent ook een opleiding voor spelers. Je wenst hem daar alle succes mee. Toch een aanlating voor de ploeg. Ja, absoluut. Roy deed het fantastisch. Heeft het ook allemaal zelf afgedwongen. En op het moment dat ik de tweede aanbieding deed en met zijn zaakwaarnemer sprak, had ik al het gevoel van, nou, dit gaat een lastiger worden. Want Roy heeft het super gedaan. En dan moet je ook om je heen gaan kijken. En soms komt er maar één keer iets voorbij. En daar is hij opgesprongen op die kar. Aderlating voor ons. We moeten gewoon weer verder. En dat zou Jack ook zeggen. Nu staat er iemand anders. En moet hij maar de doelpunten gaan maken. En ik hoop ook dat Jis het weer gaat overnemen. Verrast het momentje wel zo vlak voor de winterstop? Mij verrast eigenlijk niks. Ik had wel gehoopt dat hij nog zou blijven. En dat hij pas in de winterstop weg zou gaan. Dat we nog 3 potjes hadden. Maar hij kan daar nu zijn centen gaan verdienen. Krijgt daar een goed contract. Ik had gehoopt dat hij nog even tot de winter zou wachten. Ja. Maar het is zijn goed recht om te gaan. Dat was uiteindelijk ook niet bespreekbaar? Nou, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Kijk, Roy heeft een contract gekregen daar bij RKC en dat gaat per direct in. Dus zij willen hem per direct morgen vroeg al op het trainingsveld zien. En hij zal zonder bij de selectie zitten bij RKC. Ja, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Hij is daar in dienst. Zo is het. Precies zoals je net zei, we gaan gewoon verder. En dat zal vanaf de vrijdagavond tegen NAC zijn zonder Roy Kuipers. Maar hij heeft zijn waarde in ieder geval gehad. Ja, absoluut. En wij zijn, aan de kant moet je ook weer gewoon trots zijn dat we toch weer een jongen naar de eredivisie hebben gebracht. Als ik nu kijk hoe Mats en Luke doen, Ringo die valt dan in. Nu deze jongen, dan zijn wij toch weer die opleidingsclub. En ik had hem liever hier een aantal jaren gehad, natuurlijk. Maar die transfervrije status die hij nu heeft, die kan hij maar één keer verzilveren. En er komt maar één keer zo'n moment dat je naar een eredivisieclub kan gaan. En dat is in Roy's geval nu, waar hij heel wat mensen kent. Hè? Want er zitten nog wat mensen van Vitesse van voorheen. En dat zal ook wat mee hebben gespeeld. Het is redelijk dichtbij. Dus wij wensen hem alle succes. En ik hoop dat hij hetgene wat hij hier liet zien, dat hij dat daar ook gaat doorzetten. En dat hij ons trots gaat maken. Jammer dat hij niet is gebleven, maar life goes on. Op het moment dat we hier weer een keer staan voor de camera. En je noemt nu het rijtje bijvoorbeeld met Mats, Luc en Ringo. En je voegt Roy daarin toe. Dan kunnen we weer trots zijn op een jongen die we hebben afgeleverd. En zo is het. Niks anders. En ik hoop de volgende keer dat we wat jongens wat langer vast kunnen leggen. Dat we wat meer middelen hebben. Zodat de jongens ook daadwerkelijk een transferprijs kunnen gaan vragen. Ja, in dit geval heeft Roy het gewoon helemaal zelf afgedwongen. En moeten we gewoon een dik applaus voor Roy geven.